Hoi, voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Iris, ik ben dierenfotograaf en ik kom uit het zuidoosten van de provincie Groningen, de regio Westerwolde. En ik reis door heel Nederland voor fotosessies op mooie locaties in de natuur met dieren en hun baasjes. Op dit moment zijn dat voornamelijk honden en IJslandse paarden. En naast mijn fotosessies ga ik ook nog op pad voor mijn eigen project. IJslandse paardenveulens fotograferen. Hiervoor reis ik ook door Nederland en ook trouwens over de grens in Duitsland, ook voor mijn gewone fotosessies. En daarnaast geef ik nu coaching, één-op-één coaching over fotografie of andere zaken waar je denkt dat ik je mee kan helpen, zoals ondernemen of social media of marketing. Dat was even snel een voorstel rondje, dingetje. Jullie hadden aangegeven op Instagram dat je graag wou weten wat er in mijn tas zit. Heel veel, dus het kan even duren dit filmpje. Maar ik ga het jullie laten zien. Dat had ik beloofd. Mijn tas. Zoals je misschien al ziet. Mijn tas is een... F-stoptas, die heb ik hier neergelegd. Ik zal hem even helemaal laten zien. Het wordt wat warrig misschien het filmpje. Want ik heb niet opgeruimd. Dus het is echt zien wat eruit komt. En mochten er dingen zijn waar je dan denkt, daar wil ik meer over weten, laat het me dan ook weten. De tas, dit is een F-stoptas. Ik zal hem even optillen en laten zien. Dit is een F-stop. Kijk, zo. Misschien heb je me er wel eens mee zien lopen op IJslandse paardenwedstrijden. Het is vrij aanwezig. De grote blauwe tas. F-stop gear fototas model Loka, volgens mij. En kleur, nou, blauw. Bij hun heet dat volgens mij Malibu Blue. En in de tas zit een medium ICU. Dat betekent dus... het vak voor je fotomateriaal is los. En je kunt dus verschillende formaten inserts eigenlijk aanschaffen. Van kleintjes, voor als je een kleinere camera hebt. En meer ruimte wil voor spullen als je gaat wandelen of kamperen of zo. En een wat grotere als je bijvoorbeeld meerdere lenzen hebt of een wat langere lens. En die kun je dan in de tas schuiven. Ik zal zo de achterkant laten zien. Maar je kunt ook, als je denkt ik wil vandaag op pad, maar mijn camera niet mee. Of in het vliegtuig of zo, weet ik veel. Wil je echt alleen je camera spullen eruit halen om bij je te houden. Dan kan je dus het losse vak, dus die insert, er ook uithalen. Ik wou eigenlijk eerst nog wat anders laten zien. Ik zal het eerst omdraaien, want anders wordt het weer zo lekker chaotisch, zoals alles bij mij. Dus dit is de achterkant, die zit op je rug, dus mensen kunnen er ook niet zomaar in. En ik zal het zo laten zien. Zo. En dan is dit dus die ICU, dus tot hier loopt hij. Dat is een los vak. Het staat nu een beetje raar, omdat natuurlijk alles erop drukt. Daar zit alles in en die kan je er dus uithalen. Hieronder zit het. Ik hoop dat het zo wat duidelijker is. Ik ga hem even neerleggen, want dat is handiger nu voor het filmpje. Dan wou ik als eerste iets laten zien wat niet in de tas zit, maar wat wel een van mijn favoriete dingen is om mee te nemen. En dat gaat over dit ding. Dit heet een spiderholster en ik ben begonnen met fotograferen zo, met een camera zo, dus met een band aan mijn camera, maar dan zat ik op een wedstrijd en na een paar dagen gefotografeerd te hebben had ik het dan helemaal hier een plek in mijn nek en eigenlijk best wel last van mijn nek, want ja, zo'n grote 70-200 lens is wat zwaarder.
Dus dat werkte voor mij niet. Dus deze band heb ik toen weggedaan. En toen ben ik gegaan voor zo'n band zo. Zodat het niet op je nek heel veel druk komt, maar meer op je schouders. Maar het nadeel daarvan is dat je dan dus alles op je schouder hebt. Dan is dat nog niet het ergste. Maar je camera bungelt heel erg. En dat is eigenlijk ook zo als je hem zo in je nek hebt. En als dierenfotograaf is het gewoon best wel handig om klanten te even kunnen even te kunnen helpen. Dus als iemand op zijn paard zit en er moet nog aangezingeld worden, of er moet even iets aan het hoofdstel gefixt worden, of als iemand met een hond staat die snel even aangeleid moet worden of zo, dan is het soms best handig als ik help. Maar als je dan zo met zo'n bungelende camera staat, die klapt bij het aanzingelen of zo overal tegenaan. Maar ook bij het aanlijnen van een hond, is de kans groot dat je die hond een tik met je camera geeft. En dat wil ik niet. Dat is gewoon link, vind ik, voor de dieren. Dus ik ging op zoek naar een andere oplossing. En toen kwam ik dus terecht bij de spijderholster en... Wow, gaat weer iets mis. Dat is gewoon super handig. Dus die wil ik even laten zien. En dan ga ik verder met de echte inhoud van de tas. Dit is de spijderholster. Dit is mijn camera in de tas. Ja, of de tas wordt dan leeggehaald zonder uitleg. Maar... En hier onderaan zit dus een systeem wat je op je camera maakt... in het dingetje, het schroef van de statief. En dat systeem hang je dan zo hierin. Dat kan niet zomaar los. Je hebt het op je heup. Nou ja, voor mij is dat geen probleem qua gewicht. Dus, en je kan gewoon heel makkelijk dit weghangen. Iemand helpen. En dan vervolgens weer door hier even... Wel, er zit een soort slotje op, want je wil natuurlijk niet dat hij zomaar loskomt. Dus je moet hier even je vinger zo doen. En dan kun je zo fotograferen. En als je weer snel hem kwijt moet, hang je hem weer. Heb je je handen weer vrij. Ja, super systeem. Dus, de spijderholster. Dat is het eerste wat ik wilde laten zien. Nou ja, dan zijn er al wat dingen uit de tas gekomen. Dit is mijn camera. Met mijn 70-200 2.8 Sigma lens. Dus met een zonnekap. Dit is eigenlijk met een spijderholster strap trouwens. Dit is eigenlijk het systeem wat ik 90% van mijn fotosessies gebruik. Ideaal. Voor honden fotograferen, voor paarden fotograferen, ja. Het is wel mijn favoriet. Ik heb dan nog als reserve mijn oude body. Dus een 7D, Canon 7D. Altijd in de tas zitten. Want ik ben een ontzettende kluns. En je wil natuurlijk niet dat je iets laat vallen of dat er iets gebeurt. En dat je dan bijvoorbeeld in Brabant staat of bij Stafeulus... in de wei ligt ergens en dat je dan niks meer kan. Dus ik heb altijd een reservecamera mee. Dat ik nog wel verder kan met fotograferen. Dus, dat is het eerste wat in de tas zit. Eigenlijk wil ik het even weer terugstoppen, want anders wordt het zo'n showtje. Dus, dan hebben we nog... altijd bij me een doekje om heel snel hondenkwel van mijn camera te halen of regen of iets. Mijn groothoeklens, breedbeeld zoals ik dat noem, maar het is een groothoeklens voor dit soort foto's. Want dat vind ik gewoon soms erg grappig om te doen. En dan is echt de 70-200 toch wel iets te... onhandig, want als je dat van boven doet bij een hond,
dan is het snel dat ze te dichtbij zitten. Dus daarvoor is deze lens. Heb je wel meer kans op vervorming. Maar ik vind het gewoon wel grappig om zo'n soort foto te kunnen maken. En wat meer foto's dat je meer van het landschap ziet. Dus dit is een Canon 1022. En dan is die volgens mij, even kijken hoor, 3.5 tot 4.5. Dus het liefst heb ik een 2.8 lens, maar dat staat nog op mijn wensenlijstje. Dus dit is de groothoek naast de 70-200. En dan heb ik nog een 50 mm lensje. Die gebruik ik eigenlijk nooit. Die is handig voor portretjes of zo. Dit is de 50 mm Canon 1.8. Maar ik moet zeggen dat ik hem eigenlijk nooit gebruik. Dus, ja. Maar hij zit in mijn tas, mocht ik hem nodig hebben. Dan, voor iets wat ik nooit gebruik, of eigenlijk nooit gebruik tijdens fotosessies. Maar vooral in Exlo veel tevoorschijn komt. Nou zullen de mensen die IJslandse paardenwedstrijden rijden wel weten waar het over gaat. Exlo regent het gewoon heel vaak en ik wil natuurlijk niet dat mijn camera nat wordt. Het maakt mij niet uit dat ik nat word, maar ik wil gewoon door kunnen gaan met fotograferen. En dan is het wel handig om je camera een beetje te kunnen beschermen. Dus daarvoor heb ik een regenmoes. Die doe ik dan om de hele, om de lens en om de camera. En dan kan ik nog zelfs in Exlo, als het pijpje stil regent, doorgaan met fotograferen. Dus, wat zit er dan nog meer in? Ja, eigenlijk zit er dan nog een hele hoop spul in wat niet fotografiemateriaal is. En wat ook gewisseld wordt. Als ik naar veulensessies ga, heb ik natuurlijk hele andere spullen bij me. Als dat ik op pad ga met baas en hond. Dus ik zal dat ook zo laten zien. En ik bedenk maar dat ik hier nog een aantal dingen in heb. Ik zou de hele tas laten zien. Dus ik heb, even kijken hoor. Die bewaar ik even voor later. Reserve batterijen en reserve kaartjes. Die zitten hierin. Dat is gewoon altijd handig. Hier heb ik ook allemaal kaartjes in. Voor als ik op wedstrijden meer opslagruimte nodig heb. Daarnaast ook weer een doekje om mijn lens schoon te maken. Als ik met zo'n blazer het zand ervan afgehaald heb, dan kan ik nog mijn lens oppoetsen. Even zien, dan doen we deze klep dicht. Eerst laten zien wat er in mijn zijvakken zit. Hopelijk lukt het een beetje structuur. Ja, voor als ik met honden op pad ga, heb ik altijd gewoon een flesje water en een drinkbakje, zodat we altijd water mee hebben. Ik vind het gewoon belangrijk dat de hond dat er goed voor gezorgd wordt. En daarnaast, als hij helemaal zo'n tong buitenboord heeft hangen, is ook niet meest charmant. Dus water is handig. En dit neemt amper ruimte in beslag. Dus ook gelijk weer terug. Sorry daarvoor. In het andere vak zit dan water voor mezelf. Water voor mezelf en touw, denk je dan, maar touw heeft nut. Touw zijn riempjes voor de hond, deze, en touwhalsters voor paarden. Dus ik vind het gewoon handig bij een sessie dat je dat zelf mee hebt. Als mensen bijvoorbeeld een harnas om hebben bij de hond, dat snap ik, heb ik zelf ook. Maar voor fotograferen is dat gewoon veel moeilijker om dat weg te werken. Dus is het veel handiger als je zit gewoon een stopje op en
dat dan een riem om kan. Want dan kan ik gewoon makkelijker, als de hond aangelijnd moet blijven, wegwerken. Touwhalzen is precies hetzelfde. En sommige mensen vergeten het gewoon. Dan is het altijd handig als ik wat in de tas heb. Dus een water is ook altijd handig. Volgende vak. Handig zomaar komt in beeld. Volgende vak. Dit is eigenlijk mijn nog voor mijn fototoestel. Een tasje waar alle reservespullen in zitten, batterijen nog, schoonmaakspullen, reserveriem. Dus om het zand van mijn lens te blazen. Ik heb gewoon heel vaak, ik ga naar de Waddeneilanden, honden fotograferen in water, komt troep op je lens. Dat is wel handig om schoon te maken. Dan blaas ik het er altijd eerst af. En dan vervolgens met een kwastje die ik nu niet kan vinden omdat ik die gisteren gebruikt heb. Oh ja, ik kan hem wel vinden. Vervolgens haal ik dat er voorzichtig af met een kwastje. En is het hardnekkig, kwel of zout water of zoiets. Dan als het echt al het zand eraf is, maak ik het schoon met een nat doekje. En dan poets ik het nog na met zo'n hele droge, zo'n soort doekje. Dus dat. Snel. De dikke bende. Wat heb ik nog meer in de tas? Zoals je merkt in mijn video's ben ik een beetje chaotisch. En ik heb mezelf, dus ik vind het gewoon heel handig om deze boekjes te hebben. En daarnaast is het ook nog handig om voorbeelden aan mijn klanten te laten zien. Dus als we even iets niet weten of als ze voorbeeldfoto's moeten zien van wat ik nog kan maken of posen of zoiets, dan heb ik deze boekjes en dan laat ik dat gewoon zien. Dus dan laat ik zien dat dit zulke soort actiefoto's kunnen in een hondenboekje. Of dat we zwemfoto's kunnen maken. Of soort portretfoto's. Dat kan ik dan laten zien. Ik heb een hondenboekje en ik heb een paardenboekje. Bijna uit mijn handen. Gewoon om een beetje het idee van wat er mogelijk is te kunnen laten zien. En voor mij als... vergeet ik nog iets. De boekjes. Ik vind het leuk om achter de schermen te laten zien. Dus daarvoor heb ik eindelijk een GoPro aan kunnen schaffen. En als ik dus 's ochtends in de wei lig, heb ik dit ding op. Heel charmant. Nee, maar... Dan kan ik deze dus opdoen en kan ik toch nog achter de schermen filmpjes maken. Of ik kan hem neerzetten en ik hoop nog in de toekomst te kunnen sparen op een... Sorry dat het allemaal zo schudt. Op een mount te hebben dat ik hem bijvoorbeeld op een hond kan binden ofzo. Dat vind ik dan ook nog wel leuk. Maar ja, dat is het allemaal niet heel belangrijk, gewoon leuk. Dus, dat was de GoPro. Die zit er nog in. En dan is dit volgens mij de hondenfotosessietas. Die gaat er dus in als ik een hondenfotosessie heb. En ik zal het even laten zien. Probeer een beetje gestructureerd. Voor honden moet ik natuurlijk leuke dingen hebben om ze te belonen. Om het leuk te maken, want voor een beest is een fotosessie niet heel logisch. Dus iedere keer als hij het goed doet, als hij voor actiefoto's netjes op mij af komt rennen, of als hij netjes poseert of zo, moet ik wel hele lekkere snackjes hebben. Dus ik ben ook altijd op zoek naar snackjes die voor ons misschien iets minder zijn, want ze moeten goed stinken en ze moeten, sorry voor het geknisper,
in elke grootte af te breken zijn, makkelijk af te breken zijn. En het moet niet zo zijn dat een hond uren op een snackje aan het kauwen is, want het is gewoon niet handig. Hij moet kunnen rennen, snoepje erin en weer verder. Dus ja, ik ben altijd op jacht naar goede snoepjes. Deze heb ik laatst gevonden, die is dus bijna op. Dat zijn zalmstaafjes. Die zijn zacht en breken makkelijk af. Dus die kan ik gebruiken voor een grote hond, een groter stukje. Maar ook voor een kleine hond kan ik gewoon heel makkelijk kleinere stukjes ervan maken. Nou, en die ruiken heel erg naar zalm. Ik zal het snel weer dicht doen. Dan heb ik ook nog, die kom ik later misschien wel tegen, hertenstrips. Ik ben nog geen hond tegengekomen die dingen niet lusten. Dus die zijn ook zelf heel handig, want die stinken heel erg. En die kan ik makkelijk in verschillende formaten afbreken. Mijn ding over hondensnoepjes. Nog zoiets raars zijn eigenlijk de geluidjes die ik door de jaren heen heb verzameld. Want ook dat is wel handig. Als een hond niet wil kijken of zo, moet ik natuurlijk iets verzinnen dat hij recht de lens in kijkt. Dus ik weet niet wat hier nou weer ligt. Dus naast dat ik gewoon rare geluidjes ga liggen maken met mijn stem, als die daar dan niet op reageert, pak ik mijn tasje met verschillende geluiden daarbij. Of dan stop ik dit bijvoorbeeld in mijn mond om mee te piepen. Nou ja, komt gewoon uit een speeltje. Eigenlijk alles komt uit een speeltje. Of deze. Volgens mij komt hij uit een ene speeltje. Of ik zou soms geen eens weten wat het doet. Of was dat de eend? Ik weet het niet. En dan hebben we nog de kazoo. Dus ik lig aardig voor schut. Maar het helpt soms wel om de aandacht te trekken. Dus dat zijn de geluidjes. Het wordt hier nu echt een bende. Moet ik dan natuurlijk weer teruggooien. Een momentje alsjeblieft, want anders kan ik zo niet meer laten zien. Dus mocht je nog een speelgoed hebben waar een piepje uitkomt, zo'n dingetje of zo'n ding, dat je denkt, dat ga ik weggooien, want mijn hond heeft het speelgoed vermoord. Niet weggooien, maar mij contacten. Ik wil het graag hebben. Hoe gekker, hoe beter. Dus wat hebben we dan nog meer? Dit is de tas voor de honden. Ik ben dan van de gekke kleurtjes en van dingen die handig gooien. Die naar mij toe kan gooien. Die mag ook op mijn hoofd mikken of op de camera. Maar dat betekent dus wel dat de ballen die ik gebruik niet loeizwaar en knijterhard moeten zijn. Want dan krijg ik hoofdpijn. Dus, en als ik dan iets zie, wil ik het in verschillende formaten en verschillende kleurtjes hebben. Ja, dus voor verschillende grote honden. Deze vind ik heel handig, want heel vaak heb je dat een hond dan een bal pakt en moeite heeft met ademhalen. Dus daarom probeer ik ook verschillende formaten van ballen te hebben. En deze zijn gewoon handig, want die zijn zacht. Die pakken ze makkelijk beet en ze kunnen gewoon makkelijk blijven ademen. Dus die heb ik in verschillende kleurtjes en verschillende formaten. Want een chihuahua met zo'n enorm ding is ook een beetje een raar gezicht. Daar gaat er een. En dan volgens mij, deze is echt favoriet en ik weet niet waarom. Het is gewoon met een piep. Hij kan ook mee naar het water, hij blijft drijven. Die heb ik dus ook in verschillende kleurtjes. En voor de wat kleinere honden en de puppy's ook een kleinere. En dan heb ik nog een Kong. Dat vind ik zelf wat minder mooi qua tekst en zo. Maar die gaat niet zo snel stuk. Sommige ballen gaan ook heel snel, tennisballen gaan gewoon heel snel stuk. Dus en een piepje erin is voor mij altijd handig. Dan heb ik nog die in het blauw. En voor de kleur. Dus. Heel veel ballen dus. Wat zit er nog meer in deze zak? Ik heb overal in de tas poepzakjes. En dan het liefst biologisch afbreekbare poepzakjes. Of papieren. Dus dat zijn deze.
En de papieren komen waarschijnlijk zo tegen. Hier heb ik nog een extra riem. En ik voor de honden die niet los kunnen, heb ik ook gewoon een lange lijn. Zoals deze. Want ik vind veiligheid wel belangrijk. Dus ik heb liever een hond die gewoon vast blijft dan dat we hem los doen en dat er iets misgaat. Dus met zo'n lange lijn, ja, dan moet de baas misschien wel even mee rennen. Maar dan kunnen we wel actiefoto's maken en dan moet ik gewoon later de lijn wegshoppen. Ja, dat, dus, dit was de tas met hondenspul. Even kijken, wat hebben we dan nog meer? Snackjes. Oh ja, als ik voor veulens op pad ga, dan heb ik heel charmant. Ik loop toch al verschut met een GoPro op mijn hoofd. En zo'n heuptasje. Die zit een reiszak in. Dus daar kan ik de camera zo op leggen. En misschien nog wat leuke filmpjes maken. En daarnaast kan ik hier ook nog andere dingen in stoppen. Want als ik natuurlijk midden in de wei lig bij veulens. En de hele kudde gaat om mij heen liggen slapen. En op dat moment is mijn batterij leeg. Dan is het wel een beetje zonde als ik op moet staan. Naar mijn camera of naar mijn fototas moet rennen. Dan staat de hele kudde ook weer op en dan is het moment weg. Dus ik moet gewoon zoveel mogelijk kaartjes, batterijen en dat soort dingen bij me hebben. Dus vandaar deze hele charmante heuptas. Wat hebben we dan nog meer? Bijna klaar. Wat hebben we dan nog meer? Nou ja, in dit vak, ik ga het er niet allemaal uithalen. Er zitten gewoon dingen voor mij. Die tas gaat overal mee naartoe. Dus ik heb ook van alles mee. Aspirine, pleisters, labello, zonnebrand, tandenstokers, insectenroller met, hoe zeg je dat, anti-insectenspul, notitieblokje, kauwgom, nog meer poepzakjes. Snoetenpoetsers voor als we ergens staan en we hebben van de snackjes helemaal vieze handen of andere dingen. Dan kunnen we ons nog een beetje schoonmaken. En deze poepzakjes, dat was het wel. En dan hier, volgens mij zijn we bijna aan het eind. Oh ja, we hebben Takkie nog, die gaat altijd mee. Die hangt gewoon aan de tas voor de leuk. Oh ja. Dit zijn de hertenstrips waar ik het over had. Dus dat zijn de snackjes die ook nog voor honden die makkelijk afbreken en lekker stinken. En ik heb meestal, heb ik nog niet verteld, een broek aan met kniestukken. Dat is gewoon omdat ik zie een leuk moment of ik zie iets leuks en dan stort ik ter aarde om de foto te maken, want hoe lager ik lig, hoe mooier ik het meestal vind. Maar in het begin betekende dat heel veel blauwe knieën. En sommige gravelpaden zijn natuurlijk niet heel handig om gewoon op je knieën heel snel je te laten vallen. Dus ik heb twee broeken met daarin kniestukken. Van die verharding, zodat ik geen hele blauwe knieën krijg. En ik heb dus ook... Vooral na mijn pauze was dat wel handig met de veulensessies, want dan lig ik natuurlijk heel veel zo. Elleboogbeschermers met ook zo'n hard stuk erin. Dus dat is gewoon om mezelf een beetje te beschermen. En ik heb dus ook deze, ja, dat is niet, het is gewoon omdat ik anders heel snel nat word in de ochtend, ga ik natuurlijk rond vanaf zonsopgang bij Merrie en Veulen in de wei liggen. Dan is het allemaal nog heel nat en als je dan in een wei gaat liggen, ben je echt zo zeiknat. En dan lig je nog een paar uur. Dus vandaar dat ik een regenbroek heb die ik dan aantrek. Na zo'n sessie gaat deze en ook mijn hele outfit. Mijn broek met kniestukken en mijn vest en alles. Alles gaat in de was. Dus ik zorg altijd dat alles gewassen is als ik bij een nieuwe sessie aankom in verband met... ziektes en alles. Dat vind ik gewoon wel zo fijn gevoel. Nou,
Volgens mij heb ik alle vakken gehad. Denk ik. Ja, dat was hem. Nou, voor de mensen die hierom vroegen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Kwamen er dingen tevoorschijn waar je vragen over hebt? Laat het me weten. Heb je suggesties voor andere filmpjes? Laat het me ook weten. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!